Het jaar 2022 was enerverend voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt minister Bronto Somaharjo. Vanaf zijn aantreden is geprobeerd het ambtenarenapparaat te reguleren en ordenen, hoe krom en scheef het ook was. De bewindsman is over dat onderdeel tot nu toe meer dan tevreden en trots op de ambtenaren die wel hun medewerking hebben verleend zich te laten registreren. We zijn gestart met onze public sector reform, die is vastgelegd in het herstelplan. Die gaat buiten verwachting. De verplichte landsdienarenregistratie gaat buiten verwachting. De mensen die de dienst vrijwillig willen verlaten gaat buiten verwachting. We zijn gestart met het transformeren van CBB. Dat gaat ook heel goed. En nu natuurlijk gaan we over naar de pre-electorale fase van de verkiezingen van 2025. We gaan ons bezighouden met het veranderen van de kiesregeling. Dus al met al een enerverend 2022. Maar wij verwachten een nog enerverendere 2023. Maar bovenal zijn we blij dat we dit jaar weer kunnen afsluiten met degene van wie we houden. Met al in alle gezondheid. Want terwijl u en ik hier staan, weet ik zeker dat er mensen nu naar tv kijken. Die mensen hebben verloren. Mensen die ziek zijn. En die wens ik tijdens deze feestdagen extra veel sterkte toe. Volgens planning zal vandaag de laatste dag zijn van de registratie voor de ambtenaren, zegt Somaharjo. De einddatum is echter gewijzigd en wordt nog vervolgd in 2023, meent de minister. Nou, ik heb niks verlengd. Het parlement heeft aangegeven dat zij de behandeling van de wet met een maand willen verschuiven. En als echte democraat buig ik mij voor de wil van het parlement. Dus de mensen hebben ook een maand de tijd om zich te registreren. Maar let wel, en ik wil dat dit heel duidelijk naar voren komt, de registratie is nu al een succes. 85% tot 90% van de ambtenaren heeft zich al geregistreerd en die wil ik complimenteren, want door hun hebben we goede basis om de overheid te herstructureren. Met andere woorden, als de regering had besloten om nu de lonen stop te zetten van de 15% die zich niet heeft geregistreerd, zouden we per maand ongeveer 100 miljoen besparen, 1,2 miljard per jaar. Maar het parlement heeft gevraagd om de wet een maand later te behandelen. En wij buigen daarvoor. Dus de mensen, die kleine groep die zich niet heeft geregistreerd, heeft gelukkigerwijs nog een maand de kans. Maar nogmaals, mijn complimenten. Het is boven iedereen's verwachting dat al bijna 85% heeft geregistreerd. Ik ben verschrikkelijk blij met het aantal. En verschrikkelijk trots op de ambtenaren die zich hebben ingezet om te registreren. Hoe ziet het jaar 2023 eruit voor het ministerie van Binnenlandse Zaken? Nog enerverender, nog dienstbaarder, wat u net zegt. We zijn overgegaan naar de pre-electorale fase van de verkiezing. Onze PSR, Public Sector Reform, gaat gewoon door. U weet, wij zijn doelgericht. Wij willen resultaten bereiken. Dat doen we door middel van plan van aanpakken. En elke stap die we maken is planmatig. En daardoor geloven wij dat nu in de planning te zien dat 2023 een nog enerverender jaar wordt. Binnenlandse Zaken heeft het jaar afgesloten met een cook-out waarbij de opbrengsten gaan naar een goed doel. En het eten dat was overgebleven is gegaan naar personen die dat hard nodig hebben.